Kevin Hart heeft een aanklacht aan zijn broek hangen omdat hij in 2018 niet, zoals beloofd, kwam opdagen op een feest. De organisator zegt van tevoren kosten te hebben gemaakt om de komst van de komiek en acteur te promoten, maar daarvoor nooit het geld terug te hebben gekregen. AIM Hospitality Group LLC is daarom naar de rechter gestapt, meldt de New York Post. Tekst gaat verder onder advertentie. Kevin zou destijds verschijnen op de afterparty na zijn stand-up comedy show. De komiek zou ook van tevoren op Instagram reclame maken voor het feest en kreeg daar al $10.000 voor betaald, is te lezen in de aanklacht. Toen bleek dat Kevin nooit iets had gedeeld op social media om het feest te promoten, vroeg de organisatie om het geld terug te betalen. Het bedrijf zegt daarbovenop ook al $12.000 te hebben uitgegeven aan advertentiekosten. De advocaten van de komiek zeiden destijds dat het bedrag was terugbetaald aan het verkeerde bedrijf, maar alsnog bleef een betaling uit. Dat de komiek uiteindelijk ook niet kwam opdagen op het feest, was de druppel. AIM Hospitality Group LLC eist een schadevergoeding van in totaal $390.000 van de komiek, twee van zijn bedrijven, een van zijn agenten en van een van zijn medewerkers. Buzzelets blokkade.